Media. Welkom bij het nieuwe televisieprogramma van RTV Slogo, Levenstips van Saskia. Als je niet kunt autorijden, dan neem je rijles. Als je niet kan koken, dan neem je kookles. Maar wat nou als je niet kan leven? Ik heb heel veel meegemaakt in mijn leven en ik heb daar ontzettend veel uit geleerd. En daarom vind ik het ontzettend leuk dat ik de levenstips die ik heb geleerd in mijn leven mag doorgeven aan u in dit nieuwe programma Levenstips van Saskia. Ik heb onder andere een hele grote burn-out gehad. En de dingen die ik heb mogen leren om daaruit te klimmen, die wil ik graag aan u doorgeven. Gaat u mee naar de werkplaats? Uit die burn-out ben ik natuurlijk niet zomaar gekomen. Ik heb heel veel geleerd, heel veel gelezen, heel veel therapie gevolgd. En ik kan niet anders zeggen, er is ook ontzettend veel aan mij versleuteld. Maar goed, al dat gesleutel leidde uiteindelijk tot levenstips van Saskia. En die levenstips, die ga ik graag aan jou doorgeven. Levenstips van Saskia. Toen ik niet lekker in mijn vel zat, ging ik als eerste naar de huisarts. De huisarts ging allerlei onderzoeken laten doen met mijn hart en noem maar op. Want ja, ik had allerlei lichamelijke klachten en ik voelde me nooit lekker. Uit die onderzoeken kwam steeds niks uit en toen uiteindelijk zei de huisarts, nou, dan zal het wel tussen je oren zitten. Dus ik ging het hele traject door van maatschappelijk werk, psycholoog en uiteindelijk kwam ik bij een psychiater terecht. Maar ik weet niet of je weet, ja, als je bij een psychiater loopt en je vertelt dat aan mensen, dan zeggen ze, oh, heb je een probleem dan? Ja, je kan Sonja bakkeren, dan zeggen mensen, oh leuk, vertel, werkt het, ben je al afgevallen? Maar als je dus bij een hulpverlener loopt, dan zeiden mensen vaak, oh, heb je een probleem? En ik vond dat heel onprettig, dat stempel wat mij werd opgedrukt, zeg maar, dat er iets niet goed was aan mij. En toen kwam ik op het idee om iets te ontwikkelen, een soort van cursus, waarmee je gewoon stap voor stap lekker in je vel kunt komen. Mijn uitleg daarvan is de volgende. De manier waarop je in het leven staat, die kun je vergelijken met een blokkentoren. En je blokken die staan voor je gedragspatronen. Nou, dat is de manier waarop je praat, hoe je beweegt, of je met je emoties goed kunt omgaan, of je je gedachtes onder controle hebt. En ik kwam erachter dat die patronen, die hebben we gekopieerd. Eigenlijk zijn we allemaal wandelende kopieerapparaten. Stel je nou eens voor, je hebt ouders die komen uit Engeland. Dan kan je zo praten, or you can speak English. En dat begrijpt iedereen. Maar, nou heb je patronen, daar heb je eigenlijk twee soorten van. Patronen die je van dienst zijn, dus waar je plezier van hebt. En als je die hebt gekopieerd, dan heb je rechte blokken. Als je het leven vergelijkt met een blokkentoren. He? Dus de blokken zijn de gedragspatronen. Patronen waar je plezier van hebt, dat zijn de rechte blokken. In mijn geval had ik allemaal patronen gekopieerd die mij helemaal niet van dienst waren. Ik trok me bijvoorbeeld heel erg aan wat anderen van me vonden. Ik had een heel laag zelfbeeld. Ik kon niet zo goed nee zeggen. Ik wilde geen ruzie of oneenigheid. Kortom, allemaal patronen die mij niet van dienst waren. En dat waren dus mijn scheve blokken. En als je scheve blokken hebt in je toren en er gebeurt iets heftig emotioneels, dan kan je toren gaan wankelen en uiteindelijk omvallen. Als je toren is omgevallen, dan spreek je van lichte overprikkeldheid tot uiteindelijk een burn-out. En omdat ik mij zo naar heb gevoeld in de periode van mijn burn-out, heb ik besloten om de handvatten die ik heb geleerd aan andere mensen door te gaan geven. Want het is belangrijk dat je hele simpele handvatten, hele simpele tips hebt waarmee je je blokkentoren kunt gaan ontdekken, je blokken kunt gaan herkennen en handvatten hebt om ze recht te kunnen zetten en recht te kunnen houden. En ik noem dat ook wel mijn gereedschap. De komende afleveringen van het programma Levenstips wil ik aan jou het gereedschap wat ik heb opgedaan in mijn leven doorgeven. De onderwerpen die aan bod zullen komen is eigenwaardegevoel, zelfvertrouwen, omgaan met de buitenwereld, leren nee zeggen, gedachten trainen. Kortom, allemaal leuke en handige tips
waar je je blokkentoren mee kunt recht houden. Ik hoop dat je volgende keer weer gaat kijken. Wil je in ieder geval heel hartelijk bedanken voor deze keer. Ik wens je een hele goede week toe en pas goed op je eigen blokkentoren. Tot volgende keer. Dankjewel. Dag. Levenstips van Saskia.